kan niks veranderen aan het verleden. Dus je kan het beter gewoon accepteren en ermee te leren leven. Vind ik al mooi. Ja, wow, allemaal in één zin. Jullie zeggen altijd, mijn vriend en ik hebben een hele leuke relatie. En dan daarna komt echt, hij heeft alleen mijn zus geneukt. Smash or pass! Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Smash or Pass. Joejoe! Ja, en jongens, we gaan al je problemen weer oplossen zonder chaps. Want we hebben geen honger, behalve Julia. Ik heb mijn eigen broodje gehaald. Ons budget is op. Dankjewel. We hebben niet meer lekkere chaps. Wil je een hapje? Nee, ik wil niet. Nee. Hoezo niet? Ik heb geen honger. Ik ben op mijn hot girl summer. Ja. Oké. Okay. En hot girls hebben geen honger. Hot girls have very healthy appetites. We gaan al jullie problemen weer oplossen en dat is hard nodig. En gelukkig hebben jullie ons. Waar zouden jullie zijn? Ja, precies. Zonder ons. Steen, papier, schaar, wie begint? Oké. Okay. Ik begin. Oké. Okay. Hey meiden van So What? Anoniem. Ik ben een meisje van 13 en ik heb een vriendje van 14 jaar oud. Hij is meestal in het weekend met vrienden en daar zijn dan meestal ook meiden bij. Een van die meiden had mij een bericht gestuurd op TikTok. Bericht gestuurd op TikTok? Daar ben ik echt oud voor. Dat mijn vriendje wel eens aan haar zit. Eww. Oh. Mijn vriend ontkent alles, maar heeft later wel toegegeven dat hij wel eens op haar reet sloeg. Wie moet ik nu geloven en wat moet ik doen? Nou, ze hebben het volgens mij wel allebei bekend. Ja. Oh, meisje. Ja. Ja, wat vervelend. Maar hoe oud was hij? 14? Ja, zij is 13, hij is 14. Ja, sorry. Weet je kan hem beter nu aanspreken totdat hij later ook nog gaat doen. Ja, maar hij heeft dus gezegd dat hij wel eens op haar reet staat. Ja, dan is het toch al duidelijk? Ja, dat denk ik. Ik denk eigenlijk dat je misschien jezelf nog een beetje van, hoe zit het nou? De maar lulu, is best noemen wel, we dat. Dat noemen we wel de lulu. Maar weet je, every hot girl is de lulu. Het is oké, okay, maar dit is best wel duidelijk. Maar als jij daar misschien mee kan leven, dat mag ook. Hè, als dat is hoe jij erin staat. Ik zou het zelf niet pikken. Nee. Maar wanneer is het gebeurd? Wanneer heeft dat meisje haar een DM gestuurd? En wanneer heeft dat meisje gezegd van dit is toen en toen gebeurd? Dat weten luister, we ook niet. Ik heb dat niet hier staan. Maar? Nee, dat klopt. Ik hoor je. Ik snap wat je bedoelt. Als zij het stuurt, gaan we ervan uit dat het gebeurd is tijdens hun relatie. Ja. En dat pikken we niet. Ik denk dat jij een heel leuk vriendje verdient. Als jij zegt van, oh, maar ik vind het echt niet erg. Dat mag ook. Dat is aan jou. Mm-hmm. Ik zou zeggen, best. Op zoek naar de volgende. Thank you, next. Ja, inderdaad. Want dit is gewoon raar. Nee, ik vind het raar. Meiden van 13 kunnen ook wel eens gewoon een beetje sneaky zijn. Dus het kan natuurlijk ook zijn dat zij dat gewoon heel leuk vindt, die aandacht. Maar wel ook dat wil laten weten. Maar ja, het komt erop neer dat hij het wel heeft gedaan. Dat is gewoon niet leuk. Je verdient een leuk vriendje. Precies. En je bent jong. Dus liever geen vriendje en het leuk hebben dan eentje die allemaal aan meisjes hun billen zit. Dat is een beetje raar. Billen. Een beetje sanka voelen. We gaan door. Ja. Hey meiden, graag anoniem. Ik heb een dilemma. Mijn vriend en ik zijn onwijs gelukkig met elkaar. Maar zijn ex is jammer genoeg nog in de picture. Zij is onderdeel van zijn vriendengroep. En ik vind het moeilijk om te accepteren dat zij gewoon voor altijd in zijn leven blijft. Omdat die groep zo hecht is. Hoe kan ik dit het beste accepteren en het een plek geven? Liefst. Oeh, hoe oud is ze? Geen leeftijd. Nou, ik zeg heel eerlijk. Zeg je eerlijk? Ik zeg je heel eerlijk. Waarom ga je niet gewoon een gesprek aan met haar? Ja. Toch? Maar doet zij ook iets verkeerd of is ze er gewoon? Want zij kan er denk ik ook niks aan doen als ze gewoon leeft. Precies. Dat is het. Weet je, wel, ik zou gewoon een gesprek aangaan met haar. Van, zo voel ik mij en hoe sta jij erin? Ik wil gewoon graag eigenlijk dat het allemaal goed is. Weet je, dan weet je ook een beetje waar je staat. Ja, want waar ben je bang? Ben je bang dat zij nog... Vind je het gewoon irritant dat zij er is? Want dan moet ze wel iets verkeerd doen, want zij kan er ook niks aan doen. Kijk, ik heb ook zoiets van, wij zijn nu 22 en 23. Iedereen heeft met iedereen gedate. Iedereen heeft een verleden. Op een gegeven moment moet je dat gewoon accepteren dat je niet de eerste bent die misschien de eerste liefde was van je vriend of wat dan ook. En in het begin is dat gewoon super irritant, maar op een gegeven moment snap je wel van, ja, ik heb voor jou ook ervaringen gehad met andere mensen. Het is nou eenmaal zo. Dat betekent niet altijd dat er nog iets speelt. Ja. Dus ik zou proberen inderdaad van je af te laten glijden. En wat Naomi zegt, misschien gewoon in gesprek gaan met haar. Van joh, ik storm er soms gewoon best wel aan. Omdat ik dit of dit idee krijg. Vertellen waar je mee zit. En dan kijken hoe zij erop reageert. Precies. Je kan niks veranderen aan het verleden. Dus je kan het beter gewoon accepteren. En ermee te leren leven. Vind ik al mooi. Ja. Wow. Allemaal in één zin. Hè? Ja. En ik denk ook inderdaad gewoon. Want zij zegt ook van hoe accepteer ik dit. Gewoon accepteren dat je ook ouder wordt. En dat betekent dat je niet allemaal elkaars eerste bent. Iedereen heeft een verleden. Ja. En misschien wordt het wel je nieuwe bestie. Geen idee. Dat weet je pas als je een gesprek met haar aangaat. En je haar ook een kans geeft. Je moet ook elkaar een kans geven. Dat vind ik echt heel lief. Ja, je mag lief een, van je mag mij, smashen. Mag ik smashen? Smashen. Mag ik het? Ja! Oké. Okay. Smash. Smash. Next. Okay. Hoi meiden. Anoniem van 21 jaar. Ik heb een probleem en ik wil graag jullie advies.
Laatst was ik heel erg verdrietig en probeerde mijn vriend mij te troosten. Alleen is hij toen in slaap gevallen. Ik vond dat echt niet kunnen en heb het mijn moeder verteld. Zij zei dat ik beter naar huis kon komen. Zij vindt dat hij mij op zijn minst naar huis kon brengen of kon troosten. Wat vinden jullie? Ja, vind ik wel ook. Ja, maar sorry, wanneer viel hij in slaap? Viel hij in slaap met, ah, schatje, het gaat goed. Ja, ik vind dus ook, soms moet je ook rekening houden van, jij kan heel erg verdrietig zijn en ergens mee zitten. Maar je bent natuurlijk gewoon de main character van je eigen leven. Maar iemand anders heeft ook zijn ding als hij bijvoorbeeld echt misschien een hele dag heeft gewerkt, super moe is. En hij eigenlijk al zegt van, schat, ik wil eigenlijk slapen, maar jij wil heel graag nog. Ik heb soms ook wel eens dat ik gewoon uren tegen mijn vriend wil praten. En dat hij me echt aankijkt van, joh, ik hou echt van je, maar ik ben gewoon moe. Mm-hmm. En ik ben er ook. Ja. Snap wat ik bedoel? Dat ik ook soms denk van, oké, misschien moet ik het dan morgen aankaarten. Precies. Maar ja, als jij je hart aan de lucht bent en hij valt in slaap tussendoor, dat is natuurlijk niet heel romantisch of zo. Maar inderdaad, wat je zegt, ligt eraan hoe lang het duurde. Ja, sorry, maar... Is het 1:30 of is het 6:45? Ik zou dan ook wel willen slapen, hoor. Ja, ik moet je echt heel eerlijk zeggen, dat ligt daar aan. Als het 6:30 was, vind ik ook dat hij jou echt wel even naar huis had kunnen brengen. Had kunnen zeggen, schat, ik geef je even een knuffel, ik ben moe. Ja. Of je op zijn minst in zijn armen nemen en zeggen, oké, laten we samen even slapen, morgen het over hebben. Precies. In slaap vallen tijdens verhaal is gewoon echt niet netjes, dus dat is niet leuk. Maar ik heb ook wel begrip voor dat hij misschien gewoon echt helemaal kapot is. En dat misschien je niet wilde onderbreken en gewoon... En anders kaarsje trekken aan, zeg gewoon van, weet kaas je, ik kaas het gewoon aan, weet je. Ik moet het gewoon doen. Ja, ik geef het wel gewoon een smash van dit even aankaarten. Ja, aankaarten, vragen, zeg gewoon tegen hem van, yo, weet je, laatst probeer ik me dan hard te luchten, maar je viel gewoon in slaap. Niet netjes. Vind ik niet fijn. Nou, en misschien zegt hij wel, oh ja, sorry. Ja, ik was gewoon heel erg moe, ik heb een zware dag gehad. Je weet niet wat zijn leven is, hè? Je weet niet wat hij heeft gedaan. Hij heeft ook een leven al. Precies. Inderdaad, wat is dit? Ik vind het een... Het is een smash. Ik vind het ook een smash. 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 Oké, de laatste. Hey, hoi, anoniem. Ik heb een dilemma. Mijn vriend en ik zijn bijna 2 jaar samen en hebben een hele goede relatie. Ik heb zojuist een appje van hem gekregen dat hij op vakantie gaat naar Milaan met 2 meiden uit zijn klas en dat vind ik gewoon raar. Ze kennen elkaar ook maar 2 jaar. Is dit heel raar of maak ik mezelf gek om niks? Liefs. Jongens, ik wil ook even zeggen, jullie, ik hou van jullie, hè? Maar jullie zeggen altijd, mijn vriend en ik hebben een hele leuke relatie. En dan daarna komt echt, hij heeft alleen mijn zus geneukt. Er komt daarna altijd iets waardoor ik denk, jongens. Ja. Maar oké, no judgment. Maar ik vind het een beetje raar. Je hebt een appje gekregen dat een hij appje. Op vakantie gaat met 2 meiden in 1 keer. Dit is niet besproken met jou. Dat vind ik al niet kunnen. Ik vind ook, ja, kijk, je moet natuurlijk je vriend gewoon vertrouwen. Maar zoiets misschien wel even van tevoren aankondigen voordat je iets boekt of zo. Zeg van, hey schat, hoe voel jij je daarbij? Precies. En een appje... Ja, en weet je, sorry hoor, maar als mijn vriend met 2 meiden op vakantie gaat, wil die mij wel eerst kennen. Ja. Wie zijn die meiden? En waarom ga je met hun op vakantie? Snap je? Dus op vakantie is ook wel gewoon... Ja, vind ik heftig. Gaat hij naar Mallorca? Gek. Gaat hij zuidvakantie, Albufeira? Ja, sorry, dat zou ik ook niet willen. Ga je naar musea? Nee. Wat ga je doen? En waarom ben ik niet uitgenodigd? Ik ben niet eens uitgenodigd, sorry. Kijk, bij mij is zo, ik ken alle vriendinnen van mijn vriend. En dat is gewoon hartstikke normaal. Ja, dat vind ik ook. Dat moet gewoon kunnen. Ja. Ik vind het raar dat jij niet van die vriendinnen af weet. Dus, Uit zijn klas was het of zo? Ja. Heel apart. Ik vind het een beetje gek. Ja. Maar ja, als jij zegt dat je gewoon een goede relatie hebt. Ik wil jullie gewoon geloven, maar dit vind ik wel gewoon raar dat je daar een appje over krijgt. Je bent 2 jaar samen, come on. Ja, dan denk je toch, of doen jullie dit altijd zo? Want dan, ik probeer me tegenwoordig meer in jullie te verplaatsen. Ja. Is dit normaal voor jullie? Doe jij dit ook bij hem? Want dan zou ik zeggen van... Oké, niet heel chill, maar blijkbaar is dat hoe jullie dingen doen. Maar als jij dingen wel met hem overlegt en je krijgt dit appje zomaar, dan zou ik wel even zeggen van schat, ik weet niet waar jij mee bezig bent, maar... Ja. Als jij naar die vakantie... Ja, nee, ik wil niet. Nee, grapje. Nee, puntje bij paaltje, ik pik dit niet. Ik zou dit niet pikken. En als het aan mij ligt... sorry, die vriend gaat echt niet op vakantie met 2 meiden hoor. Doeg. Ik wil ook zeggen, ja, als je gaat, zwijg je uit. Ja. Ik ben niet meer terug te komen. Ja. Hoe kun je dan? Hey, hou doen. Doeg. Nee, ik vind het wel gek. Doeg. Ik denk dat je hem gewoon moet uitzwaaien op Schiphol. En hem heel veel succes wensen. Met grapje. Inderdaad. Of mag ik dat niet zeggen? Jawel, dat mag je zeker zeggen. Want ik stem hiermee in. Best. En not smash. Dat waren alle vragen dat. Dat waren alle vragen dat. Dat waren alle vragen. Nou, Julia, ik vind het hartstikke leuk dat je weer terug bent. Ik heb jou gemist. Homie, ik heb jou ook gemist. Dankjewel voor al je hulp en alle vragen. Zonder jou had ik het niet kunnen doen. Anders had ik hier een eentje.
Wil jij ook dat Julia jou gaat helpen? Stuur dan een DM in onze DM. In onze DM. Stuur een DM in onze DM. Stuur dan een DM naar onze social media's. Socials. Stuur een DM in onze DM via onze social media socials. En misschien beantwoorden wij jouw vraag.